gaan benoemen. We gedragen ons nu al weken voorbeeldig. Ja. Wat krijgen we ervoor terug? Nog 3 weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar? Ja, ik denk dat het goed is om te zien dat ons goede gedrag van ons allemaal, dat dat ook resultaten oplevert. Er worden minder mensen ziek, komen minder mensen op de intensive care. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. We gedragen ons met z'n allen nu al weken voorbeeldig. Wat krijgen we ervoor terug? Nog 3 weken verlenging. Hoe rijmt u dat? Ja, balen. Balen. Dus ik kreeg afgelopen week met die persconferentie vooral van heel veel vrienden op de app. Moet ik mijn kinderen nog 3 weken thuis zelf onderwijs geven of wanneer kan ik weer het terras op? En heel veel verdrietige D66'ers die allemaal festivalkaartjes hadden en daar deze zomer geen gebruik van kunnen maken. We gedragen ons al weken voorbeeldig. Ja. En wat krijgen we ervoor terug? Nog 3 weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar? Nou ja, omdat de belasting op de zorg gaat wel een beetje achteruit, maar is nog steeds veel te hoog. Dus dat is zeg maar de flessenhals. En daar moeten je maatregelen op gericht zijn. Dus ik had ook gehoopt op meer, maar het zit er dus niet in. We gedragen ons echt al weken voorbeeldig. En wat krijgen we ervoor terug? Nog 3 weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar? Ja, ik denk dat wel veel meer zou moeten kunnen. Hè. Ik noemde het voorbeeld in het debat van de horeca. Als je nou met een achtneming van die 1,5 meter een loket hebt en een terras in een stad of aan een strand. En je kan dat met de afstand regelen. Waarom zou je dan niet ervoor kunnen zorgen dat dat nu al, of in ieder geval heel snel, binnen alle regels open kan gaan? Dus ik denk dat er veel meer kan dan nu al gebeurt. Mensen hunkeren ook naar vrijheid. Bedrijven hunkeren er ook naar om weer aan het werk te gaan en banen te behouden. En goed zijn voor de economie. Dat niet alles in één keer kan, dat snapt iedereen. Dat snap ik ook. Want het broze weg naar boven moet je niet weer naar beneden draaien. Maar er kan veel meer. En ik hoop ook dat dat de komende weken, niet pas in 20 mei, dat dat weer gaat gebeuren.